We hebben nog 1 minuut om 3 kilometer te halen. Dan wil ik mijn rijbewijs wel van kwijtraken, toch? We hebben opgehaald. We klimmen op GT. En ja, weet je wat het nu is? Terug naar Nederland. Serieus, want we zijn dus in Barcelona. We moeten even wat Spaanse beelden hier tussendoor met een zonnetje en zo. Even kijken. Dat gaat vandaag in ieder geval niet lukken. We hebben nog wel stock footage met mooie strand en zo, denk ik. Het is kleren weer voor Spaanse begrippen. Dus we gaan gewoon lekker stoelwarming aan als die dat lukt. Dat ga ik zo even uitvinden. En dan lekker naar Nederland toeren. 1465 kilometer of iets dergelijks. Dus, we zien jullie later weer. Eigenlijk heel veel van deze video, want we hebben namelijk een heel end te rijden. Snelwegrestaurants reviewen. Ah, zoals ook wel een beetje verwacht. Spaanse wegrestaurants. Ziet er oké uit. Vriendelijke bediening. En we gaan zo even proeven. Zal ik een hapje nemen? Dit broodje. €7,95. Dat dan weer wel. Helemaal naar beneden. En dan? Dat kan wel comfortabel voor andere mensen invoegen. Oeh, mijn hartslag gaat er even omhoog. Het is de eerste keer even echt goed vol gas, een langer stuk. Het gaat best hard. Verwacht je niet. Nee joh, daar hoef je niks aan. En nu ga ik even snel laden. Als we even op gang komen, hè. Van 0 naar 100% gaan. Hè? Even kijken wat het duurt. Super snel, man. Echt de toekomst. Met zo'n kabel dat je dan dingen moet bijladen, maar dit is gewoon vloeistof dat eruit komt. En dan zit een soort tank, een soort holle accu, zeg maar, zoals je misschien vloeistofaccu, misschien is dat een beste benaming ervoor. Ja, en die is gewoon relatief snel vol. Gewoon met minuut of 3 zijn we hier weer weg. Denk je dat ze hier veel kringels verkopen? Ik denk het niet. Ik denk ook dat die prijzen ook wel zijn redelijk ambitieus. €4,20. Het zijn wel verschillende smaken. Hè? Kijk hier nog een kerst. Zijn de actie met een smart product. Bam! Ja, dus, we gingen dus restaurants testen, snelwegrestaurants. We hebben het hier maar weer chips en cola gehouden. En Martijn heeft dit Monster Energy. Dit schijnt naar, wat was het nou? Split. Split-ijs. Dit is de minst ranzige. Minst ranzige monster. maar waarom drink je überhaupt Monster? Monster, Mango Loco, jongen. Zo, dus zijn wij. We rijden op de cruise control met onze supercar door Frankrijk. We hebben 1000 kilometer in 8 uur afgelegd met een gemiddelde snelheid van 125 km per uur.
en een gemiddeld verbruik die nu op 10,6 liter per 100 kilometer staan. Dus we rammen nog even door. Nee, ik zeg, rij eigenlijk heel netjes relaxed 159 op de cruise control. Toefje te hard, maar ik kan nog net. Dus ik, ja, we gaan ervoor. Maar ja, of we zouden het ook leuk vinden op zich. En ik denk aan de end of the day ook wel die 68 euro waard om door zo'n gendarmerie Alpine A110 aan de kant te worden gezet. Maar dan moet die boete niet hoger zijn. Kijk even op Flitsmeister. Ja, we rijden wel net te hard daarvoor, dus misschien is die dan meer geld, maar we proberen het. Allemaal voor de wetenschap of zo. Of omdat we het leuk vinden. Dat laatste, omdat we het leuk vinden. Geen pasjes accepteren. Inderdaad, hè? We hebben nog 1 minuut om 3 kilometer te halen. Dan wil ik mijn rijbewijs wel van kwijtraken, toch? Zet we worden achtervolgd. Yes! Woehoe! Het kan zijn dat ik binnenkort mijn rijbewijs kwijt ben, maar 8 uur, 1000 kilometer, gemiddeld verbruik van 10,8. Dus even omhoog gelopen dit. Kleine sprintje, maar serieus, McLaren GT, echt briljant en het is lekker rijden hier in Frankrijk vandaag. Gewoon een mooi gemiddelde klok gezet. Echt een mooi record gemiddelde dit. Maar we zijn probleemloos van Barcelona naar Parijs geknald. Ja, en dan begint het gedonder. Tunnel in, ook nog. Donker wordt het dan. Nou ja, en we wikkelen nog even door. We gaan denk ik nog wel een klein tukje doen voor het laatste stukje rijden. Want anders wordt het een hele lange dag. Maar ja, het gemiddelde nu 119 km per uur nog steeds. Hè? Met dikke file in Parijs. De Pirepin. Van 50 kilometer. In een uurtje of iets meer dan 10 uur. Nou ja, door Parijs ook. En nu gaan we. Jongen, Tijn heeft echt een van zijn meest favoriete hotels gevonden hier. Ace Hotel Climatisé. We waren net bij de buren. Daar was hem 1 ster. Een serieuze. Dus ik denk dat dit beter is. En dan gaan we morgen verder. Met onze rit. Leuk hè? Ik vind het ook leuk. En dan denken jullie misschien, is dit alles qua kofferenbakruimte? Maar dat is niet zo. Even kijken of dit doet. Ja, elektrisch. Hier is ook nog onwijs veel ruimte. Niet super praktisch voor je normale tassen. Ja, gaat trouwens wel. Maar hier kan een golftas, schijnt hier in te passen. Die heb ik thuis niet meer. Ik heb ooit wel gehad trouwens. Eigenlijk helemaal niet gegolfd. En skis tot 1,85 meter. Een ski-uitrusting zou hier ook moeten passen. Nou. Nah. Jongen. Wat een GT-gevoel, hè? Dat is het GT-gevoel wat je wil hebben. Het is een beetje jammer, voor moet ik hem wel gewoon zelf dichtdrukken. En daarna gaan wij het laatste stukje van onze epische roadtrip doen. Hey, tot nu toe bevalt het eigenlijk wel prima. Het is niet zeg maar, ja, wat heb je aan van die grote coupés, Bentley Continental GT, Mercedes S-klasse coupé, dat soort auto's. Dat gevoel natuurlijk niet helemaal, want die zijn ja, nog zachter, nog comfortabeler, maar ook een stuk saai om in te rijden. En er worden minder foto's van je gemaakt. En dit, ja, maar het zit goed, stoelen zijn beter dan andere McLaren's. Je hebt gewoon iets rustiger allemaal, het is echt wel het hele comfort aspect. Heel saai natuurlijk. Ik vind hem allemaal heel saai. Maar het is best goed gelukt. En gaan we straks nog over prestaties hebben. Maar dan doen we even sturen zo lekker dynamisch. Serieus. Het is weer
asfalt ergens in België. Dat hebben we gevonden, hier. Als je de grens overgaat bij Moeskroen. Nou ja, twee landen afgevinkt op onze roadtrip. Spanje, Frankrijk en we beginnen naar Nederland. We gaan meteen Vlaanderen in. Vandaar dat het hier zo goed asfalt is. Dit is Vlaanderen. Supermooi allemaal, West-Vlaanderen. Ja, en nog België en dan Nederland. En dan zijn we weer thuis. We hebben hier een knop. Kijk, ik kan het helemaal donker zetten. Een beetje blauwer. Of alles ertussenin, maar zo even voor het effect helemaal open. Tof, hè? Het is een MSO-optie. Zo'n supermooi getint dak. Ik kan hem een beetje stappen zo. En het werkt gewoon wel goed. We hadden eerst niet door hoe de knoppen hier werkten, maar dat hebben we nu wel. En sindsdien zijn we helemaal fan. Specificaties van de McLaren GT weten, kan ik me voorstellen. Dat zal ik je even meenemen. Ja, bekende V8. Klinkt niet heel erg V8-ig, dat is bekend bij McLaren. Dat komt door de opbouw van de motor en zo. Maar goed, specificatie, ja, wel een snoepje. Niet zo heftig als de 720S en alle modellen daarboven nog. Maar nog steeds, nou, niet om echt over te klagen. 620 pk, 630 Nm koppel. Het is gewoon echt een mega sprintkanon. Ik vind hem, zeg maar, zo rollend wegrijden, dan is het nog niet super, super, super snel. Dat komt dan later echt. 0 naar 100, 3,2 seconden. 0 naar 200. 0 naar 200. 9 seconden. Topsnelheid. Kunnen we in Frankrijk dan weer niet proberen? Duitsland was dan leuker geweest. Maar daar is het over het algemeen drukker. Dat hadden we, denk ik, gemiddeld niet zo lekker gehaald. 326 km per uur. Heb je ook altijd wel een lapje asfalt nodig om dat soort snelheden daadwerkelijk te kunnen halen. Want ja, het gaat dan wel zo achterlijk hard. Maar goed, dat is even, zeg maar, aan motorische technische specs. Ja, hij heeft ook die carbon kuipcel. Het is overigens een iets verlengde versie, een touring versie. Zodat je iets meer ruimte hebt binnenin vergeleken met de overige McLaren's. Maar mag ik nog echt een naam hebben volgens mij, hoeveel dat daadwerkelijk is. Zo, dat was hem dan. We zijn er. Barcelona, Rotterdam. Nou, er zijn auto's waarin dat echt wel een stuk slechter kan. Ook, zeg maar, concurrenten van de McLaren GT. Ik noem geen namen, maar het begint met een L en het is Italiaans. Daar zouden we dat niet in hebben volgehouden. We hebben uiteindelijk... Ja, hij resette de bordcomputer als je dan tankt en zo en langer stilstaat. Dus dat is... We hebben niet de totaalscore, maar we hadden... Die 1000 kilometer in 8 uur, dus wat top. Daarna is het gemiddelde wel langzaam een beetje weggezakt. We hebben die volgende 125 kilometer ook wel in een uurtje. En toen vanochtend, want we hebben nog even overnacht, niet in het hotel wat we hadden verzonnen. Maar goed, het maakt allemaal niet uit, joh. We hebben ook niet gegeten op de plek waar we hadden verzonnen. Maar dat maakt ook allemaal niet uit, want het was allemaal vol. En we hadden niet gereserveerd natuurlijk, want zo zijn wij. We denken, we kunnen gewoon aanrijden met een McLaren en dan gaan de deuren voor ons open. Maar dat was dus toch niet zo. Maar ja, ruim boven de 100 kilometer, 110 kilometer per uur gemiddeld. Dat is echt wel fucking indrukwekkend eigenlijk. En wat ik nog indrukwekkender vind... Ja, ik voel nu wel dat ik gisteren echt wel de hele dag heb gereden... en nog in het vliegtuig heb gezeten. En weet je, we hebben echt een lange reisdag gehad. Maar het is niet of ik helemaal gesloopt ben. Dus wat dat betreft, het GT-aspect echt goed gedaan. En dan gaan we er nu nog gewoon een beetje in Nederland mee rijden. Dat is, zeg maar, het vervolgtraject. Want ja, hij hoeft voorlopig nog niet terug naar Barcelona. En als hij wel terug naar Barcelona moet, dan bel ik toch iemand anders daarvoor. Dankjewel voor het kijken. Nou ja, er komt nog wel wat meer video's over de McLaren GT. En misschien ook andere McLaren's. En ook andere auto's. Misschien eens een keer iets elektrisch of zo. Schijnt heel nieuw te zijn. Maar voorlopig
hebben we ons ook prima vermaakt met een lekkere verbrandingsmotor.